afgelopen tijd in verband met politiek, met gemeentepolitiek in C dan ook uiteraard. Maar vandaag hot nieuws. En daarvoor zijn we natuurlijk naar burgemeester Morbeek gekomen. Hè. Aan jou om het te vertellen. Ja, we hebben natuurlijk groot nieuws. Je zei het is stil, maar achter de schermen is het absoluut niet stil geweest. En nu kunnen we toch met een hele goede wind aankondigen dat graaf Valerie Lippes met ons meegaat op de lijst van de gemeente. Is het een moeilijke karwei geweest om hem over de streep te trekken? In feite niet. Ik moet eerlijk zeggen, graaf Valerie Lippes die is hier de dood van zijn vader altijd heel nauw betrokken geweest. Hij was aanwezig op alle vergaderingen van de gemeenteplannen. Hij heeft ook zijn eigen perspectief daarin, zijn eigen kennis daarin gesteld ten opzichte van de groep. En toen wij hem vroegen van kijk, voor de groep zou het heel goed zijn, moesten meegaan. Hij heeft geen moment getwijfeld. Op één voorwaarde, dat hij zei van kijk, ik wil een kandidaat zijn, zoals alle andere kandidaten. Ik wil me ook volledig en voorwaardig inzetten als kandidaat. Ik wil ervoor gaan, ik geloof in het concept van gemeentebelangen. Dat uiteraard al 40 jaar, meer dan 40 jaar, onder leiding van zijn vader, graaf Leopold Lippes, tot stand gekomen is in Krokkeheest. Een concept die Krokkeheest welvaart gebracht heeft. Een concept waar dat bijna iedere Krokkeheestenaar echt gelukkig van is. Hij wil dat ondersteunen en hij gelooft ook in de nieuwe groep van enthousiaste mensen met ervaren mensen, maar ook met heel veel jonge talenten en hij wil daar absoluut zijn steuntje aan bijdragen. Valerie Lippens wordt lijstduwer, als ik goed geluisterd heb. Inderdaad, hij wordt lijstduwer, zodat dat hij iedereen voor hem heeft en iedereen goed in de haat kan. Als hij natuurlijk verkozen wordt, gaat hij dan zijn mandaat opnemen? Uiteraard. Valerie is niet iemand die zegt ik ga voor de show op de lijst staan. Het is iemand die heel erg gedreven is, die ook ontzettend veel van Krokkeheest kent. Vroeger zijn er mensen van zijn vader soms van graaf Leopold Lippens, ja, kent hij wel Knokke of Krokkeheest en Krokke en Heest goed. Hij kent onze gemeente als geen ander. Valerie is van hetzelfde kaliber. Hij kent onze gemeente, hij kent de noden van onze gemeente zeer goed en ik ben enorm verheugd en trouwens alle mensen van de lijst gemeentebelangen zijn enorm verheugd dat Valerie Lippens meegaat met ons. Ik ken Krokkeheest zeer goed, dat is super positief, maar ik vermoed toch wel dat het Nederlands nog wel moet bijgeschaafd worden dan, hè? Ja. Als je mandaat opneemt in Krokkeheest. Ik ga zeggen, Valerie die verstaat perfect Nederlands, je kunt een absoluut normaal gesprek met hem hebben. En zijn Nederlands in het spreken is al enorm veel bijgeleerd. Ik denk dat hij al beter Nederlands spreekt dan veel mensen Frans spreken. 13 oktober komt hij er niet bij ondertussen. Hè? Ja, het is nu weer zomer. Laat ons genieten van de zomer. Laat ons genieten van de vele mogelijkheden die Krokkeheest ons biedt. We hebben nog fantastische evenementen. In het Vuurwerkfestival komt eraan. We hebben nog onze Ironman. Het is goed weer. Laat ons daar eerst van genieten. Maar uiteraard onze focus zetten en blijven zetten op Krokkeheest. Bedankt voor de toelichting. Wij vonden het top dat wij die topnieuws hebben kunnen meepakken. Graag gedaan. Hey, jij daar! Ja, jij, de fantastische kijker die tot het einde van deze video is gebleven. Eerst en vooral een enorme dankjewel voor het kijken. Jouw steun betekent echt alles voor ons. Nu, heb je ooit het gevoel gehad dat je een superheld wilde zijn? Wel, hier is je kans. Met één simpele klik op die abonneerknop kun je ervoor zorgen dat je nooit meer een reportage van ons mist. En geloof me, we hebben nog heel wat spannende reportages in petto voor jou. En als je echt in de superheldenmodus wilt gaan, waarom geef je deze video dan geen duimpje omhoog. Het is net als het geven van een high five, maar dan digitaal. Oh, en als je denkt, deze reportage met lokaal nieuws was zo geweldig, ik wil dat de hele wereld het ziet. Nu, je hebt geluk. Deel het met je vrienden, familie, je kat, je goudvis. Iedereen verdient wat van deze magie. Dus, om het samen te vatten, abonneer, like en deel. Zo krijg je al onze toekomstige reportages sneller te zien en help je ons om nog meer geweldige content voor jou te maken. Bedankt, je bent de beste kijker ooit. Tot de volgende keer.